Luisterspel van Peter Reumer in een regie van Herman Niels, Tussen de Reis. Morgen. Goedemorgen, meneer Pendeman. U werkt natuurlijk aan de zaak. De geiter. Sorry? De geiter van de loonadministratie. Ja, natuurlijk. Ja. De geiter. De geiter. Mm. Ik heb die naam laatst toch... Zeg, mijn beste, reis je wel eens vaker met de trein? Iedere dag? Kun jij me dan vertellen waar ik de stationschef kan vinden? Nee, want die is er niet. Helemaal niet? Nee. Dat is eigenaardig. Als je nu iets te vragen hebt... Kan ik u helpen? Ja, ik zou wel eens willen weten waar de loketten zijn. Er zijn hier geen loketten. Ook al niet? Nee. Maar waar koop je dan je kaartje? Ik heb een abonnement. Ja, jij de geiter, maar ik bijvoorbeeld. Kunt u kaartje in de trein kopen, bij de conducteur? Aha. Is dat normaal tegenwoordig? Ja, bij dit soort kleine stations wel. Er stappen hier te weinig mensen op. Ja, is geen wonder met zo'n slechte service. Ja, neem me niet kwalijk, beste jongen, dat ik je weer even uit je krant haal, maar... Zou jij me misschien kunnen vertellen hoe laat onze trein vertrekt? 7:59. Juist. We zijn dus ruimschoots op tijd. We zijn zelfs een kwartier te vroeg. Dat had ik begrepen, ja. Het stond namelijk ook op dat bord. Maar ik hou ervan de dingen even na te checken. Laat me je niet verder van je krant houden. Zeg de geiter. Sorry hoor, maar je hebt zeker niet nog een krant bij je? Nee. Zou je er dan bezwaar tegen hebben om mij een stukje van je krant te geven? Een stukje van je krant. Of je daar geen bezwaar zou tegen hebben? Ja. Daar zou ik inderdaad bezwaar tegen hebben. Waarom? Omdat ik er een hekel aan heb mijn krant uit elkaar te halen voordat ik ze helemaal gelezen heb. Eigenaardig. Oh nee, veel mensen hebben daar een hekel aan. Ja, natuurlijk. Ik vind het zelf ook vreselijk als ik 's avonds thuis kom en ik vind de krant in 5 stukken over het hele huis verdeeld. Maar ik hoef maar een heel klein stukje en ik zal er heel voorzichtig mee zijn, hoor de geiter. Liever niet. Kom nou, man. Je kunt er toch geen bezwaar tegen hebben om een klein stukje van je krant af te staan aan een collega. We zitten hier in hetzelfde schuitje. Ten eerste kan ik me niet herinneren dat u mij ooit heeft gezien als collega. En ten tweede zitten wij niet in hetzelfde schuitje. Maar reizen we vandaag bij toeval samen met de trein. Ja, ik bedoelde het niet letterlijk, de geiter van dat schuitje. Dat van collega natuurlijk wel. Wij werken aan dezelfde zaak. Het zou je carrière geen kwaad doen. Wat bedoelt u? Je weet wat ik bedoel. Ja, en ik weet ook wat u wilt. U wilt een stukje van mijn krant. Et voilà. Maar ik geef het niet. Christus. U bent toch niet kwaad? Nee, hoor de geiter. Maak je maar geen zorgen. Jawel, u bent kwaad. Maar niet vanwege deze krant. U bent kwaad omdat zo'n brutale ondergeschikte botweg nee durft te zeggen tegen zijn baas. Ik begrijp niet waar je een dergelijke onzinnige gevolgtrekking aan ontleent. Het enige wat ik wil is een stukje krant om de tijd te doden. Ik ontleen mijn gevolgtrekkingen aan de praktijk van de zaak waaraan wij beiden werken. Die mooie meneer Pendeman daar en die arme kleine de geiter hier.
En dat is voldoende om van mij een stukje krant te eisen. Luister eens, beste jongen. Ik heb weinig zin om er een discussie voor op touw te zetten. Maar je kunt toch moeilijk zeggen dat het er bij ons autoritair aan toe gaat. Integendeel, zou ik haast zeggen. Onze werknemers hebben juist een grote medezeggenschap. De democratie wordt bij ons gekoesterd. Ja, vergeleken met andere bedrijven lopen wij ver voorop de geiten. En ik vind het ook juist dat het personeel in ons bedrijf zo'n grote inbreng en verantwoordelijkheid heeft. En ik ben er trots op dat beide partijen die verantwoordelijkheid serieus nemen. En dat we in gezamenlijk overleg en in onderling vertrouwen alle problemen kunnen uitpraten zonder in oeverloze discussies te verzeilen. Oh, maar daar heeft u gelijk in. Ja, ja, over de kleur van het wc-papier. En het merk koffie in de kantine. En of we roomboter of margarine zullen gebruiken. Daar kunnen we het prima over meepraten. Maar wanneer het aankomt op wezenlijke beslissingen, dan stokt het inspraakmechanisme plotseling. Ja, dan worden we omgeluld, platgewalst met verdraaide feiten en dooddoeners. Als het niet gebeurt, zou het wel eens rampzalige gevolgen voor de werkgelegenheid kunnen hebben. En plat zijn al die verantwoordelijke werknemers. Dat lijkt me wel wat erg simpeltjes gesteld. Eigenbelang staat bij jullie voorop. Dat is toch niet waar, hoor? Je kende me niet eens toen je het perron opkwam. Ik werk al 7 jaar bij die verdomde zaak en je kende me niet eens. Maar plots had je iets van me nodig en ik was ineens collega. Ja, luister eens. Een zaak moet je bekijken als een piramide. Naar de top toe is het aantal mensen te overzien. Maar kijk je naar de basis, dan wordt het al snel onduidelijk wie is. Je kunt toch van mij niet eisen dat ik iedereen bij naam en toenaam kende, geiter. Het gaat om de ommezwaai. Het gemak waarmee je van de ene positie in de andere draait. Eerst ken je me niet. Dan ben ik ineens collega. En vervolgens beloof je mij promotie als ik je maar een stuk geef van mijn krant. Nou, daar word ik doodziek van. Weet je waar ik doodziek van word? Van dat oeverloos gezwam. Ik heb je nooit promotie beloofd. Oh, meneer Pender. Ik heb alleen maar willen zeggen dat een goede onderlinge verstandhouding jouw kansen in ieder geval niet doen verminderen. Je biedt je aan als mijn kruiwagen. Pardon? Waar of niet? Wat? Dat van die kruiwagen. Goede relaties kunnen van belang zijn. Familierelaties. Geef mij een stukje van je krant. Nee. Al is het maar de beurspagina of de rouwadvertenties. Heb jij met dat gigantische salaris dat je verdient niet eens 13 frankjes over voor je eigen krant? Oh, ik koop er 40 als ik wil. Koop er dan 1 en hou je kop. Er is hier geen kiosk, de geiter. Geen koffie. Geen stationschef. Geen loketten en geen kiosk. Er is hier alleen een heel vervelende vent die mij een stukje van zijn krant onthoudt. Hé, je leest mee? Hoe kom je daarbij? Ik zag je duidelijk met je ogen in mijn krant loeren. Ach, je bent gek. Meneer Penderman, is er nu afgelopen of niet? Als je van plan bent om een dag te vergallen, dan moet je dat nu wel zeggen. Stel je voor dat ik ja zeg. Stel je voor dat ik je dag inderdaad wil vergallen. Wat zou jij dan doen? Zeg het maar. Dan zul je het zien. Zeg maar ja. Maar wat gebeurt er dan? Eerst jij. Eerst zeggen dat je mijn dag wil vergallen. Ik... Wel? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik wil jouw dag vergallen, ja. En als het kan, de rest van je leven ook. Wel? Ogenblik. Zo. Hier is mijn krant. Ah. Nee. Voilà. Nee. Voilà. Voilà. En tussen de reins. Waarom doe je dat nu? Nu heb ik jouw plezier vergald. Dat mag toch ook wel eens? De geiter, mannetjes van jouw postuur lusten krauw. Precies, ga je gang. Nee, dank je zeg. Ik word al misselijk als ik naar je kijk. Oh, en denk maar niet dat je mij te pakken hebt, hoor, met je kranten. Kinderachtige flauwekul. Kijk, de geiter. Weet je wat het met jullie is? Jullie laten je frustreren door de positie waarin je zit. Plegen zogenaamd verzet. Dat zich dan uit in puberaal gedrag met krantjes. Oh, ik vind het niet zo erg, de geiter. Want over een uurtje is het weer gewoon ja, meneer. En nee, meneer. Stroop smeren en hielen liggen. Ik ben de man. Maar het is niet bepaald waardig, de geiter. En dat vind ik zo jammer.
Mij is altijd bijgebracht onder alle omstandigheden mijn waardigheid hoog te houden. En ik draag dat ook uit. Laat je niet verleiden tot kinderachtigheden. Het komt op je eigen kop terecht. Ik neem het jou niet kwalijk, allerminst. Jullie is het nooit bijgebracht. Maar laat me je wel een tip geven. Breng er dan tenminste je kinderen bij. Apropos, hoe gaat het met je dochter, meneer Penneman? Zo? Gewoon belangstelling. Hoe gaat het met je dochter? Uitstekend, dank je. Werkt ze nog bij de zaak? Als je het niet vervelend vindt, bewaar ik mijn familieaangelegenheden voor thuis. Dat zijn toch geen familieaangelegenheden? Als je dochter bij de zaak werkt, is ze toch een collega? Net als ik. Ik vraag naar een collega. Collega. Ze werkte toch aan de zaak? Ja. En? Wat? Nog steeds? Nee. Ach nee, natuurlijk niet. Is ook niet lang gebleven, hè? Is niet prettig voor jou. Doe je alle moeite om een familielid binnen te loodsen, staat ze 3 maanden later alweer op straat. Zwanger van de Marokkaanse schoonmaker, is het niet? Smeerlap. Neem me niet kwalijk, zeg. Ik heb dat niet bedacht. Het praatje doet de ronde op kantoor. Meneer Penneman, ze heeft het toch niet laten wegnemen? Mijn dochter is zwanger van niemand. Aha. Ze is dus zwanger. Het is goed dat je het zegt, want op zo'n praatje kan ik natuurlijk niet afgaan. Zeg nou zelf. Ik zeg niets meer. Ik wil er niets meer over horen. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. Ik praat niet meer met jou. Ik had ook best willen aannemen dat het niet waar is, hoor. Dat het alleen maar roddel is geweest. Je weet hoe graag de mensen roddelen. Het ene moment wordt de koffiejuffrouw in de kont geknepen door de directeur. En het andere moment is ze zwanger van de glazenwasser. Dat gaat zo snel, die praatjes. Nu gaf je dochter natuurlijk wel aanleiding toe. In die 3 maanden dat ze bij ons was, heeft ze praktisch alle mannen van de eerste 2 etages afgewerkt. Jammer dat ze nooit aan de 3e etage is toegekomen. Zeg, dat was toch niet de reden waarom ze bij de zaak weg moest, hè? Omdat ze altijd met die kerels in de weer was. Oh, meneer Penneman, loop toch niet weg, meneer Penneman? Je mist je trein. En er stopt er maar eentje hier om het uur. Als je die mist, kom je te laat. Je wilt toch niet te laat komen, hè? Dat is toch geen voorbeeld voor de anderen? Nou, ze zullen lachen wanneer ik ze dat allemaal vertel. Ah, daar ben je terug. Kom, meneer Penman, kom. Kom niet zo te neergeslagen. Denk je aan je waardigheid. Er wordt over iedereen geluld. Zelfs over mij, kun je nagaan. Als je hoort wat voor praatjes ze allemaal over jou rondstrooien, geloof je je oren niet. Is dat trouwens waar van die verhouding met de secretaresse van meneer Bos? Ik kan me dat eerlijk gezegd niet voorstellen. Die vrouw is zo lelijk als de nacht. Ik begrijp niet hoe zo'n gedistingeerd persoon, zo'n waardig figuur als jij het, met zo'n mens kan doen. Ik denk dat het nu wel genoeg is. Viezerik. Nou zeg ik, vraag alleen maar wat. Ik zeg er verder niets van dat je dat mens neukt. Ik heb gezegd dat het nu wel genoeg is. Ik heb verder geen behoefte meer aan jouw gore praatjes. Ik heb er al te veel van gehad. De maat is vol en ik wil dat je uitscheidt. Goed, Ik wil dat je ophoudt met je achterbakse rukverhalen. Ik wil ze niet meer horen. Ik wil ja, het maar niet. Heb je die secretaresse nou wel... Je kop, hoor je? Hoor je? Ja, maar heb je die secretaresse nou wel of niet geneukt? Wel, godver... Ik blijf van me af, hè? Geen vinger, hè? Autoriteitssecreet. Denk je soms dat je me hier net zo kunt behandelen als op de zaak? Als een stuk stront? Ik trap je eruit. Nee. Ik trap je er niet uit. Ik weet iets beters. Ik laat je zitten. Jaar in, jaar uit. Wegrottend achter dat bureautje. Ach zo. Ja. En elke dag kom ik even kijken. Lachen. Zien hoe je wegkwijnt. Jij komt nooit hoger op. Kun je niet. Je mist de clue. De capaciteiten. Je hebt het allemaal kapot gemaakt. Oh, gaat dat zo? Maak ik mijn eigen kansen kapot? Ja. Ik dacht dat dat toch anders ging. Ik dacht dat wij klein gehouden werden. Ondanks capaciteiten of kloten. Kruiwagens, daar gaat het toch om? Op een andere zijn rug mee naar de top. Relaties, daar gaat het toch om? Familierelaties, zakenrelaties. En als je die niet hebt, dan kun je wegrotten. Zo is het toch, hè, meneer Penneman? Maar als je dan toch wil...
Als je toch tegen de stroom in omhoog wil komen, want dat moet kunnen, zeggen ze. Mij hebben ze altijd gezegd, alles kan als je maar wil. Nou, ik wil best, meneer Penneman. Ik wil meer dan die administratie. Ik wil omhoog. En ik heb ervoor gewerkt om te stijgen. Jezus, ik heb mijn benen van onder mijn lijf gelopen. Overdag op het werk. En s'avonds met de neus in de boeken. Avondstudie, jongen, want alles kan. En dan ben je bijna klaar. Jarenlang op zolder opgesloten. Eindelijk de streep in zicht. Grote vreugde. Tot je hoort dat onze economie om zeep is. De koek is op. De kansen worden minder. Er komen geen plaats meer vrij. Integendeel, iedereen blijft zitten waar hij zit. En dan kun je je wel voor de tram gooien, weet je dat? Maar met de moed der wanhoop ga je door. Door, ondanks alles. En dan een vacature. Een kans op promotie. En mensen uit het eigen bedrijf hebben een streepje voor. Je zoekt. Informeert eens hier en daar. Kijkt eens hoe je kansen liggen. En je solliciteert. Wekenlang word je aan het lijntje gehouden. Jezus, dat duurt zo lang. Daar zit best een kansje in. Tot je afgewezen wordt. Niet eens een psychologische test. Niet eens een gesprek. En wie was dan wel de gelukkige? Een andere man uit het bedrijf? Een collega die ook omhoog wil en blijkbaar betere papieren heeft? Nee, hoor. De man die het geworden is, was een volslagen vreemde. Die nu al een half jaar, zo gezegd, wordt ingewerkt. En nog steeds niet weet wat hij moet doen. En weet jij wie die zakkenwasser is? Die zakkenwasser is jouw neef, meneer Penneman. Door jou binnengeloodst. Op jouw verdomde kruiwagen het bedrijf binnengereden. Hij heeft gesolliciteerd net als jij. Maar hij is het geworden. Jouw neef. En mij is niets gevraagd. Men achtte je niet geschikt. Men kende mij niet eens. Men heeft mij nooit gehoord. Men lag bovenop zijn secretaresse en hadden zijn neefje binnen. Ik spuw op jullie. Ik kots van jullie uitgestreken romse smoelen. Jullie trekken je nergens wat van aan. Er is maar één belang, dat geld. Hè? Eigen belang. Jullie eigen belang. En de rest kan de pot op. Nee. Nee? Je hebt het verdomme vaker geflikt. En je hebt gezien wat er van gekomen is. Eerst met die dochter van je. Hè? Die het bedrijf heeft binnengesmokkeld. Die moest al heel snel weg. Omdat ze diverse afdelingen met een druiper had opgezadeld. En je neefje vliegt er vandaag of morgen ook uit. Maar niet voordat de eerste hele zaak naar de verdommenis heeft geholpen. En dan wordt de boel gesaneerd. En weet je wie er daarna uitvliegt? Ik, die kleine, klootloze, achterbakse rukker. Luister, meneer Penneman. Ik ga elke dag met de trein. En ik haat die trein. Ik zou ook best een auto willen hebben. Kan ik mijn kinderen eens mee uitnemen op zondag. En een eigen huis wil ik ook graag. En als het even kan, wil ik 2 keer per jaar op vakantie. Net als jij. Maar voor de eerstkomende 10 jaar kan ik dat allemaal vergeten. Is mij dat onmogelijk gemaakt. Niks. Geen opslag. Geen promotie. De geiter? Heeft hij niet al eens eerder gesolliciteerd? Ja, vroegtijdig afgewezen. Men acht hem niet geschikt. Och, laat me varen dan. Jij hebt mijn kansen verknoeid. Je hebt mijn toekomst vertrapt. Ik haat jou. Ik durf het, ik haat jou. Hé, je gaat hier toch voor mij niet voor een trein werpen, hè, meneer Penneman? Zeg toch geen zelfmoord aan mij. Dat mag je niet doen, hoor, meneer Penneman. Ga van tussen die rails weg, zeg. Nee, dat mag je niet doen. Geen zelfmoord. Nee. We zijn ruimschoots op tijd, hè? We zijn zelfs een kwartier te vroeg. Ja. Zou je er bezwaar tegen hebben mij een stukje van je krant te geven? Oh, natuurlijk heb ik daar geen bezwaar tegen. Alsjeblieft.
Tussen de Reis is een luisterspel van Peter Reumer en werd geregisseerd door Herman Niels.